Nederland. Diablo Español? Helemaal van al. Diablo Español? Ja, ik ben Colin Stempel. Ik ben een postdoc in het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Het is geen universitair ziekenhuis op dit moment, maar we hebben wel een samenwerking met de U Hasselt. Daarmee dat ik hier ook vandaag sta om een persoon te geven aan de samenwerking. Vandaag gaan we het hebben over myocardiale infarct en stamcellen. Omdat ons onderzoek kaart er eigenlijk in dat we mensen proberen te helpen die een infarct hebben gehad. En dat we eigenlijk met de transplantatie van stamcellen proberen om die hartfunctie te verbeteren. Nu, ik denk wel dat jullie al het stuk van myocardiale infarct gezien hebben. Of niet? Want dan gaan we daar wat grappig over. En dan kunnen we op de andere dingen van de stamcellen wat dieper ingaan. Dus, maar ja, even kort, dus een myocardiale infarct ontstaat eigenlijk dus wanneer dat er een verstopte arterie is, een verstopte coronair, en dat eigenlijk het gedeelte bevloeit door die arterie, dat die te weinig zuurstof en nutriënten krijgt, en die cellen sterven dus af. En het is een onomkeerbaar verlies van cardiomyocyte, dus hartcellen. Nu een paar getallen die eigenlijk vooral opgaan voor België, maar in Nederland zal het niet veel verschillend zijn. Dus er is een incidentie van 0,1 tot 0,5% per jaar, dus van patiënten die erbij komen. En 200 patiënten komen dus in aanmerking of lopen het risico om een infarct te krijgen. Nu, mensen die een infarct hebben gehad, daarvan sterft 10 tot 50% het eerste jaar na dat infarct. Dus dat is eigenlijk een zeer hoog aantal. En dat maakt het eigenlijk dat het de belangrijkste doodsoorzaak is in de westerse wereld op dit moment. Dus een myocardiaal infarct, wanneer dat we de doorsnede van het hart bekijken, dan zien we hier die verstopte arterie. En dit is eigenlijk de zone van cardiomyocyten die bevloeid worden door deze arterie. En daar dus ook de nutriënten en zuurstof uit zouden halen via deze weg. En wanneer dat die verstopt geraakt, dan is eigenlijk binnen de 2 uren start, al of binnen 20 minuten start de myocardiale necrose. Maar na 2 uur is er al een vrij groot gebied van cellen dat volledig is afgestorven. En wanneer dat we na 6 uur kijken, is eigenlijk bijna heel de ventrikelwand hier alleen maar met de necrotische en apoptotische cardiomyocyte. Nu, het enige hier valt op dat dit lijntje aan de binnenkant, dat die cellen niet afsterven. Dat komt eigenlijk omdat hier zit het bloed dat in het linker ventrikel zit. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die dunne band van cardiomyocyte hier niet afsterft, omdat er diffusie is van zuurstof en nutriënten via de hartwand naar dit stukje eigenlijk. En daarom dat die cellen niet afsterven. Nu, dat is als je met verschillende laptops werkt en zo. Dus ja, de pijltjes, dat moet eigenlijk veel mooier staan dan dat het hier doet. Dus je hebt een verlies van cardiomyocyte, omwille van dus dat ze afsterven. En dit wordt eigenlijk vertaald in een daling in contractiliteit, omdat er minder cellen zijn die kunnen samentrekken in je totaal weefsel. Heb je ook natuurlijk een daling in die contractiliteit. En die ventriculaire remodeling, dat is de manier waarop je hart gaat reageren op het feit dat er een daling is in slagkracht. Die kan eigenlijk verdeeld worden in 2 fases. Dus je hebt de vroege fase, dat is eigenlijk binnen de 72 uur. En dan reageert je hart eigenlijk nog niet. Het enige dat er dan gaat gebeuren, is dat je infarct verder gaat uitbreiden. Omdat er meestal binnen de 72 uur niet echt een operatie of zo is. Tenzij dat het heel ernstig gespoed is. Sommige mensen merken zelfs niet eens dat ze een infarct hebben gehad. En dan is de late fase, dus de tweede fase, die eigenlijk plaatsvindt na die 72 uur. Dan is de remodeling van het infarct eigenlijk compleet. En wat er dan gebeurt is eigenlijk dat je hart gaat dilateren in de tijd. Dus je ventrikel gaat altijd maar groter en groter worden. En de wand van je hart gaat dunner worden. Om je hart merkt of je lichaam eigenlijk dat eigenlijk het volume bloed dat rond wordt gepompt bij iedere slag, dat het eigenlijk te weinig is. En dus gaat het proberen te compenseren door meer bloed in je linker ventrikel te laten stromen. En dat te willen wegpompen, maar natuurlijk, omdat er een daling is in die contractiliteit, gaat meer volume in je linker ventrikel er eigenlijk voor zorgen dat er procentueel nog minder bloed gaat rondgepompt worden. Dus dat is eigenlijk een reactie van je hart die eigenlijk verkeerd is. En door die dilatatie krijg je ook die deformatie van de ventriculaire vorm. Maar ik denk dat dat duidelijker gaat worden in de volgende slide. Dus dit is een dwarslesie gewoon van een normaal hart. Hier is het linker ventrikel, duidelijk herkenbaar aan die hele dikke spierwand.
wanneer dat een infarct ontstaat, heb je hier, dus de dus plaats van het infarct, en je ziet hier duidelijk dat dat volume van het linkerventrikel veel groter is geworden dan hier, maar ook opvallend is dat die hartwand veel, veel, veel dunner is geworden ten opzichte van hier. Is dat een glucose? Dus dat buiten dat dat volume vergroot is van de linkerventrikel, dat eigenlijk ook dat die hartwand veel veel dunner is geworden en dat er dus eigenlijk alleen maar een grote verlies is aan functionaliteit en dat minder bloed wordt rondgepompt. Nu, die verdunning eigenlijk van de hartwand is vooral te wijten aan het feit dat wanneer die overblijvende cardiomyocyten die gaan proberen dat verlies van contractiliteit op te vangen. En ze doen dat eigenlijk door veel groter te worden. Dus ze verlengen vooral in de lengte, waardoor dat eigenlijk ze veel dunner gaan worden. En dat weerspiegelt zich dan ook hier in die dunne wand van dat linkerventrikel. Nu, omdat je die dilatatie hebt, je hebt hypertrofie van je cardiomyocyten en je hebt een verlies in functie. Dat resulteert dus allemaal in een daling in de linkerventriculaire ejectiefractie. Nu, dat staat hier even in getallen weergegeven. Een normale ventriculaire ejectiefractie is rond de 55%. Bij de meeste mensen gaat dat maar zelfs naar de 70% toe. Wanneer dat er een myocardinfarct optreedt, is die ejectiefractie meestal minder dan 40% en bij sommige mensen maar 20%. Dus het is eigenlijk een beetje afhankelijk van hoe groot het gebied is van het aantal cardiomyocyten dat afsterft. Maar je ziet dus eigenlijk dat er bijna een halvering is van de ejectiefractie en dat er dus de helft minder bloed gaat rondgepompt worden. Symptomen dat die mensen allemaal hebben, of de meeste daarvan toch, is dat ze kortademig zijn en dat ze een versneld hartritme hebben, wat logisch is, omdat opnieuw dat hart probeert te compenseren aan de vraag van zuurstof en nutriënten van de rest van het lichaam, dus het gaat er wat sneller kloppen. Die kortademigheid hangt samen met hoesten en zo'n piepend geluid bij het ademhalen, omdat het bloed dat eigenlijk van de longen weg zou moeten stromen in het hart, dat wordt een beetje tegengehouden door het volume dat nog in je linkerventrikel zit en krijg je dus ophoping van vocht in de longen en daarmee dus dat die mensen die kortademigheid hebben. Nu, moe, ja, er wordt te weinig bloed rondgepompt, te weinig zuurstof rondgepompt, dus die mensen die hebben een gevoel van vermoeidheid. Natuurlijk als je vermoeid bent en misselijk bent, niet echt goesting om veel te eten. En soms verwachtheid, ook omwille van het feit dat de hersenen dan op dat moment eigenlijk minder zuurstof krijgen. En op al die symptomen, natuurlijk moeten die mensen dan ook regelmatig gerehospitaliseerd worden. Wat op zich eigenlijk een vrij grote kost is voor de maatschappij en de samenleving, met terugbetaling en dergelijke. Er zijn sowieso heel veel therapieën al op dit moment voorhanden. En het eerste dat die mensen meestal moeten doen is hun levensstijl veranderen. Stoppen met roken is sowieso de eerste oplossing voor verergering te voorkomen. De meeste mensen zijn op obese, dus gewichtsverliezen. Alcohol en cafeïnegebruik limiteren, niet te veel vet en niet te veel natrium. Genoeg sporten en stress reduceren. Dus ik denk dat hier iedereen in de zaal alleen zijn leeftijd op dit moment mee heeft. Want niet dat iedereen dit al doet. Maar dus na je studies, probeer dat vol te houden en je kans op een hartinfarct zal veel lager zijn. Nu, buiten dat zijn er natuurlijk ook heel veel farmacologische en chirurgische technieken om die mensen toch te proberen hun levenskwaliteit te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld de beta-blokkers, die gaan ervoor zorgen dat je adrenaline minder goed kan binden op je hartcellen en dat je hartfrequentie naar beneden gaat. Daardoor, omdat je hartfrequentie naar beneden gaat, heeft je hart zelf ook minder zuurstof en nutriënten nodig en is er meer beschikbaar voor de rest van het lichaam. En de meeste die er dan op staan, dat zijn eigenlijk vooral bloeddrukverlagende middelen. Omdat je daar die ophoping hebt van vocht en dergelijke in je weefsels van je lichaam en in je longen, is het belangrijk dat je bloeddruk toch lager wordt gehouden en dat het workload van je hart wordt verminderd. En cholesterol, ja, om verdere verstoppingen en verdere infarcten tegen te gaan.
Dan chirurgische ingrepen die men veel doet bij die patiënten zijn vooral ja, coronary artery bypass grafting, dus CABG-operaties of overbruggingsoperaties, dat iedereen wel kent. Meestal omdat het linkerventrikel van vorm verandert, dan gaat de klep tussen uw linkerkamer en uw linkerboezem, die gaat ook een beetje anders worden getrokken. En kan het zijn dat daar een lek ontstaat. Dus met iron wordt die ook vaak vervangen. Omdat het linkerventrikel zo die dunne wand heeft, kan het zijn dat er een soort van aneurysma's ontstaan bij het samentrekken van het hart. Dan wordt er soms die reconstructieve chirurgie, dat er een soort van sok over het hart wordt geplaatst, dat eigenlijk al het bloed in plaats van naar buiten wordt gestolpt, dat er echt wel de aorta in wordt gepompt. En als laatste is er een left ventricular assist device, wat eigenlijk een soort van pomp is die het hart gaat ondersteunen met, bij iedere contractie. Nu hier een voorbeeld van CABG overbrugging. Dus de blokkage zit hier en dan worden er eigenlijk venen uit de benen of uit de borststreek gehaald en die worden eigenlijk vastgenaaid op de aorta en net na de obstructie. En de bedoeling daarvan is eigenlijk iedere keer als dan het hart contraheert dat er een deel van het bloed dat in de aorta gaat terugstroomt naar het hart en dat dit eigenlijk wel altijd bevloed wordt en dat er minder kans is opnieuw een infarct door een blokkage. En dit is een voorbeeld van zo'n left ventricular assist device. Dus er wordt eigenlijk een gat gemaakt in het linker ventrikel. En bij iedere slag van het hart wordt eigenlijk een deel van het bloed hierin aangezogen door die pomp. En verder doorgestuurd in de aorta, zodat er een grote volume van bloed in de aorta komt en naar de rest van het lichaam. Nu, je ziet ook, die man die heeft hier zijn batterij hangen. Er is natuurlijk een stroomkabel die hier naar die pomp gaat. Wat hier eigenlijk een soort van opening naar de buitenwereld is. En de kans op infecties daarvan is natuurlijk vrij groot. En twee, ja, je moet sowieso al die operatie ondergaan, omdat het nog meestal net onder het midden is, onderhuids geplaatst. En dit is meestal zo een laatste reddingsmiddel voor de mensen die op de lijst staan voor een harttransplantatie of zo. Men kan er 1 jaar, 1,5 jaar, 2 jaar mee leven. Maar dan is het wel de bedoeling dat men een harttransplantatie zou krijgen. Gewoon omdat de levenskwaliteit van die mensen is zeer beperkt en er moet altijd rekening gehouden worden met het feit dat die batterij, ja, dat is ook niet een eeuwig leven dat die dingen hebben. Dus het moet altijd een backup zijn en mensen moeten daar toch heel alert voor zijn. Dus het is een redmiddel. En dan als allerlaatste natuurlijk, en al aangehaald, is dus een harttransplantatie. Wat eigenlijk ideaal is, omdat je dood weefsel dat er is vervangt door nieuw gezond weefsel en op die manier de hartfunctie kunt herstellen. Maar ja, er zijn sowieso te weinig donors en je kunt natuurlijk complicaties krijgen door het medicijngebruik en ook die immunsuppressiva, omdat je immuunsysteem op dat moment onderdrukt is, kan het zijn dat bepaalde kankers zich rapper of wel gaan ontwikkelen in je lichaam. En soms wordt het ook gewoon eigenlijk genoemd dat de ene ziekte wordt vervangen door de andere ziekte wanneer je een transplantatie zou krijgen. Nu, bij sommige mensen is het gewoon nodig en redt het wel hun leven. Dus. Nu, kunt u zelf misschien de vraag stellen, het hart is toch een van of het belangrijkste orgaan van ons lichaam en daar zit geen ingebouwd herstelsysteem in ofzo. Terwijl dat bij de lever wel zo is. Er zijn verhalen genoeg van kinderen die gered worden door de halve lever van een moeder of van een nicht of van een neef. En ze planten een halve lever in en die groeit na x aantal maanden terug uit op een volledige lever, volledig functionerend. En ook bij de donor groeit dat volledig terug. Bij de longen is het verhaal iets minder, maar er is ook nog wel, wanneer er een longlop wordt weggenomen van een patiënt, dat er dus wel een gedeelte van die longlop terug aangroeit. En bij het hart is het eigenlijk helemaal niet het geval. Er is een infarct en er gebeurt eigenlijk vrij weinig op dit moment, of wat je weet is op dit moment. Nu hebben ze wel gezien in 2001 dat het hart wel degelijk stamcellen bezit, of dat er stamcellen aanwezig zijn in het hart, hier aangeduid. Dus in het groen met de membraanmerk heeft ja, C-Kit voor nu bewezen voor cardiale stamcellen, MDR1 en SCA1. Maar wat ze ook zagen, is dat er naast die stamcellen aanwezig in het hart, er wel een reactie is van het hart op een infarct. Wanneer dat we kijken naar het aantal delende cardiomyocyten per miljoen cellen,
in controles, dus bij gezonde mensen, zoals wij hier allemaal zitten, dan zijn er dat ongeveer een 10, 15 tal die in deling zijn per miljoen cellen. Nu, wanneer dat er een ischemisch event optreedt, of een bepaalde cardiomyopathie, dan zien we dat dat wel verveelvuldigt, het aantal cardiomyocyten, en dat er dus wel degelijk een reactie is op die aantasting van de hartfunctie. Nu, het probleem daar is, wanneer dat we kijken, hier zijn ongeveer zeg, 130, 140 delende cardiomyocyten per miljoen cellen. Er gaat 1 miljard cellen verloren na een infarct. Dus de reactie van je hart is er wel, maar die is gewoon veel te weinig op het moment, of veel te weinig om te compenseren voor dat verlies. En het tweede punt is natuurlijk dat al die delende cardiomyocyten die er zijn in het gebied van een infarct natuurlijk ook wel afsterven op het moment dat een infarct optreedt, samen met die stamcellen die daar aanwezig zijn. Dus dat is wel een groot nadeel dan. Nu, de ideale therapie is dus eigenlijk dat je lokaal je doodweefsel kunt vervangen door opnieuw viabele cardiomyocyten en op die manier de hartfunctie kunt herstellen. Nu, een manier om dat te doen, of dat wij dat proberen te doen, is via stamcellen. En meestal zijn dat ja, stamcellen die ergens moeten gehaald worden. Het zij bij de patiënt zelf, het zij bij een donor. Maar ze moeten vooral voldoen aan dat ze gemakkelijk geïsoleerd zijn en dat ze ook gemakkelijk kunnen geëxpandeerd worden. Omdat je moet toch ongeveer 1 miljard cellen vervangen. Met cellijnen die slecht opkweken en dergelijke, ja, daar gaat je dat nooit aan zo'n grote aantallen komen. Het tweede punt is dat ze zich moeten integreren in het hart. En daarbij aansluitend is dat ze ook elektromechanisch moeten koppelen met de overlevende cardiomyocyten via connexine 43. Dat is gap junction eiwit dat eigenlijk verzorgt dat de elektrische impulsen van het hart worden doorgegeven en dat eigenlijk als een synchrone pomp kan contraheren. En dit aansluitend dus dat er geen arritmieën mogen optreden en dat er ook zeker geen oncogene effecten mogen zijn wanneer dat die cel zou inspuiten bij die mensen in hun hart. Nu, wat zijn de opties? Eerste en vooral ja, embryonale stamcellen, adulte stamcellen, onderverdeeld tussen in skeletale myoblasten, dus uit spierweefsel, beenmergstamcellen met de verschillende types, en dan uiteindelijk de cardiale stamcellen. Nu, het zijn vooral deze drie hier die we gaan behandelen vandaag. En met eigenlijk één reden, omdat embryonale stamcellen mag alleen maar door universiteiten gebruikt worden, alleen België toch, ik weet niet precies hoe dat in Nederland zit. En aangezien wij geen universiteitsziekenhuis zijn, mogen we daar überhaupt niet mee werken. En dus zijn we verplicht om ons te concentreren op de adulte stamcellen. Nu, de begrippen totipotent, pluripotent en zo, dat is gekend. Of? Ja. Dus dan gaan we er snel over gaan, aangezien we er toch niet mee mogen werken. Dus, maar het zijn dus meestal deze cellen waar dat ze mee werken. Dus met de inner celmaus, die cellen worden geïsoleerd en die zijn dan pluripotent. Ze kunnen alle weefsels vormen van het humaan weefsel. Totipotent kan ja, alles vormen. Dus ook de extra embryonale structuren zoals navelstreng en de placenta en zo. Dus de pluripotente stamcellen zijn eigenlijk iets meer gedifferentieerd op dat moment. Nu, die embryonale stamcellen, buiten het feit dat wij er niet mee mogen werken, zijn wel geassocieerd met teratomaformatie, wat eigenlijk wil zeggen dat wanneer die cellen zouden gewoon als embryonale stamcellen worden getransplanteerd, dat die eigenlijk zeer veel gaan prolifereren en gaan differentiëren in alle richtingen. Dus wanneer die zouden ingespoten worden in het hart, zal wel een deel cardiomyocyte worden en de andere worden bot en tand en haar en oog. En, dus dat is net hetgeen dat we niet zouden willen in dat hart. Nu, er is ook reactie, omwille van niemand van ons heeft zijn embryonale stamcellen ingevroren of toevallig een leerling die dat heeft zo gedaan hebben. Dus je zit nog altijd met het feit dat je een ABO-compatibele donor moet vinden met dan die embryonale stamcellen. En natuurlijk het bioethisch debat, ja, daar is veel over te zeggen, maar dat is een les op zich. Of dat nu het doodmaken is van leven of niet van leven, dat hangt een beetje van de wetgeving af en van uw persoonlijke overtuiging. Of dat het leven begint wanneer dat kindje geboren is of wanneer dat hij nog in vitro aan het delen is.
dat zijn zo de problemen die zich voordoen met dan de embryonale stamcellen. Nu voor adulte stamcellen is dat niet, omdat die meestal autoloog kunnen worden afgenomen bij de patiënt of bij donors. En iedereen daarvoor zelfs zijn informed consent kan geven. En daarvoor heeft vooral richt het onderzoek zich nu vooral op skeletale myoblasten, beenmergstamcellen en de cardiale stamcellen. Nu, het is niet zomaar dat men een cel neemt en zegt van voilà, ik heb nu een cel genomen en dat is een stamcel. Daarvoor moet een cel, die cel wel voldoen aan bepaalde eigenschappen. Dus ze moet zelf vernieuwend zijn, clonogeen, ongedifferentieerd. En ze moet eigenlijk gevonden worden tussen gedifferentieerde cellen in een bepaald weefsel of orgaan. En daar is eigenlijk een functie dat ze gewoon de homeostase van de celdood en celverlies, dat ze dat compenseren en dat ze eigenlijk zorgen dat je organen altijd blijven bestaan, omdat er vernieuwing is van die cellen. Nu, zelfvernieuwing is eigenlijk het begrip wanneer dat één cel deelt, is het meestal zo dat er twee dochtercellen ontstaan waarvan één cel dezelfde eigenschappen heeft als de moedercel en de andere cel iets meer gedifferentieerd is. Wanneer dat, men spreekt over zelfvernieuwing, is het eigenlijk zo dat die moedercel deelt met twee dochtercellen die identiek dezelfde eigenschap hebben als de moedercel. En dus dat die populatie zich eigenlijk zelf in stand houdt. En dat is dus eigenlijk symmetrische celdeling. Wanneer dat we één stapje lager gaan, dan is het dus asymmetrische celdeling. En is het dus zo dat die moedercel eigenlijk nakomelingen geeft die niet meer dezelfde eigenschappen hebben. Eén zal nog een stamcel zijn en de ander zal iets meer gedifferentieerd zijn. Dus maar stamcellen vallen eigenlijk hier onder dit gebied van de symmetrische celdeling. Clonogeen, dat wil eigenlijk heel kort zeggen dat men van één cel vertrekt en dat die cel op zich een hele populatie kan vormen. De meeste cellen, celkweken, hebben elkaar nodig via paracrine en autocrine, vooral paracrine effecten, om elkaar te stimuleren om te delen. Terwijl een stamcel heeft dat niet, die heeft genoeg aan haar eigen en om te prolifereren en uit te groeien tot een volledige populatie. En dan een ander punt is eigenlijk de plasticiteit. De plasticiteit wil eigenlijk zeggen dat een stamcel in staat moet zijn om te kunnen delen of te kunnen differentiëren naar een celtype dat niet in de lijn ligt van het orgaan waar het wordt uitgehaald. Dus beenmergstamcellen, als die bloed kunnen vormen, dat is geen plasticiteit, maar als ze dan bijvoorbeeld hartweefsel kunnen vormen of neuronen, zenuwcellen, dan is dat wel plasticiteit, omdat ze over de grenzen van hun differentiatiemogelijkheden binnen het orgaan, dat ze daar overheen gaan. Dus voor de adulte stamcellen gaan we het kort hebben over de skeletale myoblasten, omdat dat eigenlijk de eerste cellen waren waar dat men van dacht dat die zeker het probleem van de hartfunctie of de verbetering van de hartfunctie konden aanpakken. De voordelen daarvan waren dat ze eigenlijk autoloog afgenomen kunnen worden door een pretspierfunctie. Ze zijn zeer goed om het in vitro op te kweken. Men kan echt miljoenen of zelfs tot bijna miljard cellen opkweken zonder dat die genetisch instabiel worden. Het idee was, als ze al richting spiercellen gaan, dan is het gemakkelijk om ze te laten differentiëren naar cardiomyocyten. En omdat ze uit de spieren komen, je weet allemaal, als je hard hebt gesport, je zit wel één of twee dagen. Ja, kan je een vraagje over symmetrische en asymmetrische stamcellen? Krijg je het nog meer op de precies zo? Ja, kan ik straks, maar in ieder geval. Ja, dus normaal gezien, als een cel deelt in je lichaam, om de homeostase in je orgaan te houden, dan deelt die cel en wordt het één stamcel en één gedifferentieerde cel. En die ene stamcel die vult die pool aan van stamcellen voor die homeostase te bouwen en die andere cel vervangt dan een dode cel die in je lichaam afsterft. Dat is asymmetrische celdeling, zo gaat het normaal. En symmetrische celdeling is eigenlijk dat die ene stamcel, dat die twee dezelfde cellen geeft, met net identiek dezelfde eigenschappen. Dus het worden ook weer twee stamcellen? Dat worden ook weer twee stamcellen, ja.
Ja, dus dat waren de voordelen. Dus die hogere, betere resistentie tegen ischemie, ja, als je allemaal op zwaar hebt gesport, je bent 1, 2 dagen stijf, je melkzuur zit nog in je spieren, maar die cellen zijn niet afgestorven, hè. Die kunnen er veel beter tegen. Na 20 minuten een beetje doorgegeven sporten, voelt je plots niet dat je een infarct in je spieren hebt. Dus was dat eigenlijk het idee met mensen die al een lage zuurstofspanning hebben in hun hart? Als we die nu cellen kunnen geven die er beter tegen kunnen, ja, dan is het probleem opgelost en dan is die functie van die mensen, de hartfunctie, hersteld. Nu, er zijn tal van studies die ze daarmee gedaan hebben, allemaal met verschillende patiëntenaantallen, verschillende percentages van ejectiefracties, verschillende dosissen die ze hebben gegeven van die skeletale myoblasten. Maar eigenlijk kwam het er allemaal op neer dat ze in het begin wel een positief effect zagen. Dus als je die artikels ooit zou lezen, gaat allemaal zien dat de regionale wanddikte waar die cellen zijn ingespoten, dat die verdicht is. De globale ejectiefractie, ja, die gaat verhoogd zijn. Maar dat is natuurlijk allemaal op vrij lage patiëntengroepen, of kleine patiëntengroepen. De laatste trial die echt een grote patiëntengroep had gedaan, dat is die van Menaché in 2008. En je ziet daar staan dat ze 97 patiënten hebben getransplanteerd. Nu, het doel was eigenlijk van 300 patiënten te includeren in die studie, maar ze zijn voortijdig moeten stoppen omdat er gewoon veel te veel arritmieën optraden bij die patiënten en dus dat het bleek dat het eigenlijk onveilig was om die cellen te transplanteren. Nu, die arritmieën, ja, het is eigenlijk zeer simpel, dat wordt veroorzaakt door de afwezigheid van die connexine 43. Er is geen sturing, voor globale sturing van die contractiliteit voor die cellen. En eigenlijk contraheerden ze gewoon op zichzelf als eilandjes, maar niet helemaal synchroon met de hartfunctie mee. En dat werd eigenlijk al aangetoond, het is nu afgevallen, maar in 2001, door Reineke. En hier zie je dus het hartweefsel met connexine 43, zo die zwarte puntjes allemaal. Dit is de scar. Dus het littekenweefsel en hier is de graft, dus dit zijn getransplanteerde myoblasten en hierin is duidelijk te zien dat er geen aankleuring is van de connexine 43 en dus dat leidt tot inductie van die arritmieën. Dan beenmergstamcellen, dus die skeletale myoblasten, ja, dat hoofdstuk, voor ons was dat afgesloten, we kunnen daar nog wel mee werken, maar niemand gaat daar nog ooit aan denken om die cellen te transplanteren in mensen, tenzij dat ze misschien genetisch gemodificeerd zijn met connexine 43 en dus dat ze dan eigenlijk wel tot expressie brengen. Maar het inspuiten van genetisch gemodificeerde cellen bij mensen, daar zijn we nog niet direct aan toe, denk ik. Dus we hebben ons geconcentreerd op de beenmergstamcellen. En daar zijn er verschillende types natuurlijk, de mesenchymale stamcellen. Die vooral bot, vet en kraakbeen vormen, die hematopoëtische stamcellen. Ja, die vooral de cellen van het bloed en dergelijke zullen differentiëren. En dan endotheliale progenitorcellen, ja, die gaan vooral endotheliaal de cellen vormen en dus meer de bloedvezels en dergelijke in uw lichaam gaan aanmaken. En dan is er de multipotente adult progenitorcel. Ja, iedereen kent waarschijnlijk al de MAPC's van Katrien Verfaillie. En dat zouden eigenlijk de enige pluripotente stamcellen zijn die in adult beenmerg te vinden zijn. De meeste stamcellen in adult weefsel zijn multipotent, dus een stapje lager of hebben minder de mogelijkheid om te differentiëren in andere weefsels dan de pluripotente cellen. Maar hier, op dit moment rijst daar nog steeds vrij veel vragen over, omdat de reproduceerbaarheid om die cellen op te kweken niet zo gemakkelijk is en of dat de meeste mensen niet lukt en alleen in haar labo dat lukt. Dus daar, omdat er nog altijd wordt geconcentreerd op deze drie types van cellen. Nu, met die cellen zijn eigenlijk ook heel veel klinische trials gebeurd. Ik heb hier ook maar een paar opgeleist. Aan de bovenste gedeelte werd het vooral van acuut infarct. Dus dat is een infarct dat minder dan 7 dagen oud is. En die cellen werden allemaal intracoronair toegediend, dus de mononucleaire celfractie. Wij zelf hadden ook een trial gedaan,
En wij hebben wel gewerkt op een chronisch infarct, dus 3 maanden na het infarct en intramyocardiaal toegediend, omdat we het idee hadden dat er dan op dat moment misschien meer cellen achterbleven dan wanneer dat er intracoronair zou bewerkt worden. Nu, al die klinische trials gebruikten de mononucleaire celfractie. Daarvoor is er een beenmergcollectie nodig, ja, de isolatie van die mononucleaire cellen. En ze moeten dan opnieuw getransplanteerd worden in het hart en dan wordt er gekeken naar de functie van die cellen in het hart. Nu een beenmergpunctie. In onze studie werd beenmerg eigenlijk geprikt net voor de operatie, dus voor de CABG-operatie. En er werd 2 keer geprikt in de heupkam van achter bij de patiënt, 2 keer van voor, dus links en rechts. En dan 2 keer in het sternum, dus we hadden in totaal 6 prikplaatsen. En zo konden we ongeveer 400 tot 500 miljoen mononucleaire beenmergcellen isoleren. Ja, dat was een filmpje, maar je hebt er straks getest, dat werkt hier niet. Helaas. Dus met isolatie van mononucleaire cellen, dat is eigenlijk zeer, zeer simpel. Dus je hebt je beenmergstaal, je laat dat op Vicol. Ik denk aan een Vicol-densiteitscentrifugatie, iedereen wel bekend. Dus het wordt afgedraaid, je staal, en dan krijg je 4 lagen. Dus je plasmalaag, je mononucleaire cellen, de Vicol en hier de erythrocyten en granulocyten. En het is eigenlijk deze laag die wordt afgenomen en wordt ingespoten bij de patiënten. Nu, de inspuiting kan op 2 manieren gebeuren, dat is intracoronair. En daar wordt eigenlijk via de lies dan een katheter ingebracht die dan via de aorta zo in de coronair komt van het hart. En dan wordt er een spuit opgezet en worden de cellen ingespoten. En dan is het idee dat eigenlijk die cellen gaan migreren over de endotheelbarrière heen en dan naar de plaats van het infarct en dat ze daar dan een functie of een differentiatie gaan uitoefenen. Nu, ik moet wel zeggen dat tijdens dat inspuiten van die cellen, dat ze hier even de bloedstroom stoppen met een ballon op te blazen, omdat andere cellen sowieso al direct zouden wegvloeien in de coronaire circulatie. Dus ze stoppen hier de bloedstroom voor 1 of 2 minuten en dan spuiten ze hun cellen in en hopen ze dan dat die homen op de plaats waar nodig. Nu, de eerste trials daarvan, die waren eigenlijk ook weer allemaal positief natuurlijk, maar de grootste die er gebeurd is de hyperamie-trial met in de 2 groepen bijna 100 patiënten. En wanneer dat we kijken naar de mensen die eigenlijk alleen PBS of dergelijke hebben ingespoten gekregen, dan is er een verbetering van om en bij de 3% bij die patiënten. De mensen die stamcel hebben gekregen hebben 5,5% verbetering, dus maar een verschil van 2,5%. Nu, in het begin van het college had ik gezegd, stel dat het onder de 40 is, de ejectiefractie, dan gaan die mensen nu misschien 41 of 42 hebben. En de anderen die gaan 40% hebben. Dus er is wel een verbetering, maar die mensen gaan dat niet echt voelen in hun levenskwaliteit op dat moment, dat ze dan wel de trap kunnen oplopen of dergelijke. Ze hebben nog altijd een veel lagere ejectiefractie dan een normaal arts zou moeten hebben. Dit was een trial van Stefan Janssens in Leuven. En daar werden eigenlijk de cellen binnen de 6 uur getransplanteerd. Dus de mensen kwamen binnen op spoed. Er werd toen gevraagd of ze mee wilden doen aan die trial. Ja, nee. Indien wel, dan werd de beenmerg afgenomen en verwerkt tijdens de operatie. En net voor het einde van de operatie werden die mensen getransplanteerd. En hierin is eigenlijk te zien dat er bijna geen verschil is in verbetering in de ejectiefractie tussen de controle en de beenmerggroep. En dat kan te wijten zijn aan het feit dat die binnen de 6 uur transplanteren dat eigenlijk veel te vroeg was. Op het moment dat je hart een infarct krijgt, beginnen je cellen af te sterven, niet grozen, dus je cellen barsten gewoon open. En daar krijg je een zeer hoge inflammatie op dat moment. Er worden macrofagen, neutrofielen, lymfocyten, wordt allemaal aangetrokken om die dode cellen op te ruimen en te vervangen door fibroblasten. En dus kan het goed zijn dat die beenmergcellen die ze op dat moment hebben ingespoten, dat die gewoon, ook al zouden die daar op die plaats hebben gehoomd, dat die mee gewoon door het immuunsysteem van het lichaam zijn opgeruimd. En dan is er de boost trial. En dat is eigenlijk een trial die veel mensen had geïncludeerd, maar het leuke daaraan is dat ze na 18 maanden en zelfs na 5 jaar al die mensen terug hebben opgebeld en terug hun hart hebben onderzocht eigenlijk om te zien of dat die verbetering van de ejectiefractie die ze zagen, dat die eigenlijk in de tijd bleef bestaan. En
Op 6 maanden zagen ze wel duidelijk een verschil tussen 0,7% in de controlegroep en 6,7% in de behandelde groep. Nu na 18 maanden is dat verschil al veel minder duidelijk en na die 5 jaar was het eigenlijk zo dat de onbehandelde mensen een hogere rejectiefractie hadden dan de behandelde mensen. Dus daarin stelden zij ook de vraag, oké, er was wel degelijk een effect, zeker in de eerste 6 maanden, maar dat was